Zo, dames en heren. Het uiterlijk zit helemaal vol, zelfs de fietskar mee. Als trolley. En hij past er. Ja, kijk! Mevrouw, duimpjes omhoog! Kijk, helemaal super! Echt leuk! Yo, yo, ja! Ik heb nog niet alles gezien hoor! Ah, meneer, abonneer voor meer! Ja, dat kan ook geloof ik nog, hè? Ja, dat kan ook, ja! Gaan jullie nu naartoe? We gaan nu naar. We gaan even nog hier vissen met de auto. Nou, gezellig! Ja, lekker weer is het! Ja, dank u wel! Yo, yo, yo! Yo, we zijn met Bram! In de Porsche, nee, in de Opel. Jongens, paga. We gaan er vandoor en we gaan lekker nog knallen. Ja, we gaan sowieso even een dikke vis vangen. Voerbeukje mee. Ja, het moet gewoon helemaal goed komen. We hebben er nog nooit gevist, maar we zijn nu een keer met de auto, dus ja. Lekker stukje verder en we gaan ervoor. Dames en heren, alle spulletjes zijn uit de auto en we zijn ze lekker aan het sjouwen. Het is heet, jongen, ik ben helemaal aan het zweten. Maar ik ga even lekker naar de stek, ik heb er zin in. Het is nog vroeg. Dus we gaan alles mooi filmen, alles mooi uitvaren. Ik heb er zin in en ik zie jullie zo. Zo jongens, zoals je ziet. Het is weer lente. Enorm veel kleine eendjes. Deze wel aardig lopen paren. Hier ook zo. Zo. Gaat het doen. Hij is aan het jaren. Maar ja, dit is het watertje waar we gaan vissen. Klein watertje. Klein parkvijvertje. Rietje hebt er al een mooie vis gevangen. Dus we gaan het gewoon proberen. Ziet er nou vis? Ja man. Hé, hey, is daar gewoon een vis? Ja, als deze strijder is er ook weer bij. Even kijken hoor. Nu niet als fietskar, maar als trolley. Ja, dat werkt helemaal perfect. Kan die ook niet omvallen. Zo jongens, altijd even nieuwe richtjes knopen voor een nieuwe sessie. Ja, waarom doe ik dat? Ik wil gewoon vissen met een scherpe haak. Dus als die nog scherp is, dan hoeft het niet. Maar deze waren niet meer scherp. En tevens vind ik, als je niks hebt gevangen, knoop gewoon een nieuwe. Kijk, en het engeltje stiefje. Zoals jullie zien. Jongens, zoals jullie zien, weer een gloednieuw onderlijntje erop. Met een entertangelslief. Hier zo. Een klein beetje poetie. Niet al te lange onderlijn. En ja, dat doet gewoon zijn werk. Een Feng X haak van Nash. Echt de haak waar ik het meest mee vis. En ik echt veruit het beste vind. Even een bolie erop doen en hij kan erin. Toppie! Zo jongens, de bolies van vandaag. Nash Instant Action. De toppetjes. Beste bollen die er zijn van Nash. De Strawberry Crush. Echt een toppetje. In de winter te gebruiken, maar ook in de herfst, voorjaar, najaar. Altijd goed te vangen. Zoals je ziet, ik ga hem even aan de haak doen. En ja, moet goed komen. Dames en heren, een hele goede morgen. Ik ben hier met Bram, de man. Goedemorgen. En vannacht is mijn hengel gewoon even afgelopen. En hier zit een hele grote schub in het net. Jongens, ik heb een schub van 14 kilo gevangen vannacht. Het was 4 uur s'nachts en toen hebben we heel even in de zak gedaan. We gaan nu foto's maken. Gisteren eigenlijk bijna niet meer gefilmd. Alles zat tegen. Ik had daar voerboot mee. We hadden alles hierheen gebracht. Het lopen ging helemaal slecht. Met spullen hierheen lopen. Maar Wietse had dus de voerbootaccu's thuis aan de oplader gelegd.
En die was vergeten mee te nemen, dus we waren er helemaal klaar mee. En er niet zoveel meer gefilmd, niet zoveel vertrouwen erin. Maar hij liep toch nog af. En is het een mooie vis, man? Ja, het is echt een brute vis. Zo'n mooie vis. Dus we gaan even foto's van maken. En dan gaan we gewoon nog heel veel filmen in de ochtend. En maken gewoon nog een mooie video. Zo, dames en heren. Nou, het is echt een super mooie vis. Hij is super mooi donker en ja, best wel heel gebouwd. Zo, ondertussen krijg ik wel mijn piep. Maar ik ga hem nu even laten zien. Zo, dames en heren. Daar is hij dan. Echt een super mooie vis. Super breed. En tijdens het drill had ik echt niet verwacht dat hij zo groot was. Ik had 's nachts mijn hengel tegen de overkant liggen. Maar ja, daar ving ik dus een brasem op. En we hadden al het gevoel van voor het kantje zou het nog wel kunnen. Dus ik dacht, ah joh, ik leg hem gewoon voor het kantje. Dat was denk ik een uurtje of 12. En toen 4 uurtjes later liep hij af. En echt een super mooie vis. Punt gaaf. Echt niet normaal hoor. Super mooi donker. Hele hoge schub. Ik ga even de andere kant laten zien. Oh, ik kan wel naar de sportschool. Aardig zwaar. Waar is de andere kant? Prachtig. Echt een hele brute vis. Super grote staart. Mooie vinnen. En echt een super mooie donkere kleur. En ja, hier doe je het toch gewoon voor hoor. Echt heel blij mee. En ja, we gaan hem even wegen zo. Want in de nacht woog hij voor mij 13,9. Maar weten we niet helemaal zeker. Dus we gaan gewoon nog een keertje wegen. En ja, joh, voor de rest moet je kijken even hoe breed die is, die vis. Super mooi bekkie. Super mooie kleur. En ja, dat doe je het gewoon voor. Heerlijk. Zo jongens, even wegen. Dat is toch wel 14 kilo, man. Ja? Ja. Bizar hoor. Nou jongens, hij kan weer terug. Echt een super mooie schub. Echt niet normaal. Daar ben ik hier blij mee. Hier. 14 kilo. Schoon aan de haak. Puntgave vis. Zo'n mooie bouw, zo'n mooie kleur. Ja, dat kan niet beter, jongens. Daar doen we het voor. Zo breed. Oei, 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 oei. Lekker! Nou jongens, zoals jullie zien, om 9 uur heb ik gewoon een bespreking met school. Dus ik zit hier met mijn hotspotje aan. En ja, gaan we zo even lekker lesje school voor aan de waterkant. Jongens, weer een lekker tostietje in de ochtend. Kijk eens. Oei, 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 wat lekker. Daar gaan we eens even van genieten. Niet Bram. Hey, jongens, dit was de hengel die afliep. We hebben hem hier voor het bosje gelegd. Dus dat ik hem hier aan de overkant, maar daar kreeg ik een brazem aanbeet. Want toen, vlak voor het slapen, kwam hier voor het bosje gelegd. Toen 3 uurtjes later, zo 4 uurtjes later, liet hij af. Die hele mooie vis. Nou jongens, dit is het richtje waar ik hem op had. Eigenlijk niks speciaals. Single Boli Strawberry Crush. Feng X, haakmaatje 5 volgens mij. Onderlijntje van denk ik 15 centimeter, klein beetje poetie. En dan met een shock systeem. Die vis veilig is, dus als de vis lijn neemt dat stel hij zou breken, dan eindigt de vis alleen met de onderlijn in zijn mond. Ja, en dat is de vis veiligste van allemaal. Ik zal nog eens een keer een video ervan maken van hoe dat nou precies moet. En ja, we gaan er nog heel even inleggen. We blijven denk ik nog 2 uurtjes zitten. En misschien lukt het nog af. Nou jongens, we vertellen eigenlijk altijd wel wat het perfecte avondeten is. Maar als je ochtendeten wil wat erg lekker is, moet je deze halen. Van de Jumbo, lekkere vlamtosties. Heerlijk. Helemaal goud. Nieuwe powerbank van Richmond. Ik weet niet of iemand hem al een keer heeft laten zien. Echt, je kan er volgens mij 50 of 60 keer je telefoon mee opladen. Nou, telefoon aan het laden. Camera, accu's aan het opladen. En dan kunnen we weer vol gas filmen. Of niet, Bram? Dan is alles een beetje aan het drogen. De hengeltjes liggen daar stil bij. We gaan nu eventjes alles opruimen. En dan gaan we er alweer vandoor. En dan zie ik jullie zo. Pullen aan het opruimen. Brandies. Ja, ja. En ik heb alles al opgeruimd. Nou, de voerboot die kan ook weer terug. Goed gebruikt. Helaas niet. Wietse die had de accu's niet teruggestopt. Dus die is niet gebruikt.
Hij is die ook niet kapot gegaan, hè? Dat is ook wel heel mooi. Ja. Nou, opruimen en huis. Open hoor, we zijn even de spulletjes naar de auto aan het tillen. Ik denk ook het einde van de sessie, hoor. Ja, ja. Helaas voor jou een vis verspeeld. Maar een mooie gevangen, wel echt een hele mooie vis gevangen. Vond je de video nou leuk? Hij was niet zo lang. Doe gewoon een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zien jullie gauw weer.